Zo mooi als kapstok. Volgens mij is dit gewoon vet gezond. Geweldig. Oh, kijk nou hoe leuk. Dat ik in elkaar deze verkering ging vragen. Het is zo leuk. Prachtig. Ik vroeg haar echt verschrikkelijk. Heel erg leuk. Goedemorgen. Ik heb dus net een 51 minuten gereden in de auto. En ik vond het heerlijk om het een keertje te doen. Oh, ik heb nu een beetje veel make-up op. Lekker rustig wakker word. Ik heb zelfs nog een koffietje gehaald en ik was perfect om 8 uur op mijn werk. Ik vond het helemaal lekker. En ik heb echt een hekel aan een uur in de auto zitten. Normaal verveel ik me dood en nu vond ik het echt zalig. Lekker rustig wakker worden. Ik heb het dus nog nooit gedaan, hè. Sinds ik haak en ik ben nog nooit daar gebleven. Want ik ben altijd bang dat er dan file is of zo, maar totaal niet. Nu ga ik even een mand bij een collega zetten die deze week haar allerlaatste week heeft. Die mand daar. En dan krijgt ze deze hele week van ons allemaal cadeautjes erin. En donderdag is er afscheid. Oké, ik was dus bij de Sissy Boy geweest en ik had een superleuke shopvlog. Ik was helemaal enthousiast. En toen plaatste ik deze vlog en toen kwam ik erachter dat ik per ongeluk die beelden heb verwijderd. En dat er allemaal zwarte beelden in de vlog zaten. Dus ik heb die beelden niet meer. Maar ik had een hele mooie kandelaar en nog een aantal leuke dingen. Maar de beelden zijn verwijderd. Dus helaas. Nou, dit is helemaal prachtig. Echt heel leuk. Dit ook. Dit vind ik nu echt zo Queen of Jetlags, Noorden grootachtig. Zo cute. Ik ben echt benieuwd hoe lang het duurt voordat dit kapot gaat, maar... te mooi. Over mooie spullen gesproken. Ik had dit besteld bij Weekamp. Het komt net binnen. Het is van Ala. Dus A met een streepje en dan LA. Op zijn Frans. Heel leuk merk heb ik dus ontdekt. Echt prachtig. En dit leek me zo mooi als kapstok. Geweldig. Ik weet nog niet waar ik het ga hangen. Maar ik ben helemaal into mooie interieur items ineens. Echt leuk. Ik weet niet. Kijk, dit zit. Ik weet niet hoe je ervoor moet zorgen dat je dit goed ophangt. Aan een schroef. Nou ja, het zal wel stevig zijn. Heel leuk, ik heb er 3 besteld. Nou, helemaal leuk. Ik maak dus de laatste tijd een beetje mijn eigen soort van muesli. Dus niet meer muesli, maar allemaal zaden. En die zaden hebben ook allemaal best wel veel calorieën en zo. Maar ik denk dat het wel gezonder is dan muesli uit zo'n verpakking met allemaal suiker. Ik heb nu dus die pittenmix van Action. En dan van de Lidl chiazaad, hennepzaad, walnoot en blauwe bessen. En ik doe er nog wat honing overheen met dan echte Griekse yoghurt. Maar ik kan gewoon eigenlijk een beetje mijn eigen mixjes maken. Ideaal. Ja, deze vind ik echt geweldig. Dus daar ga ik zeker weer meer van halen. Maar die kan je dus ook een beetje zelf samenstellen met pompoen, zonnebloem. En Lidl heeft dus deze. Ik ben niet zo gek op chocola, maar ik heb deze ook wel gekocht. Lijnzaad. Oh, ik mis nog lijnzaad. Chiazaad, helpzaad is dat. En nog dit lijnzaad. Ja, volgens mij is dit gewoon vet gezond. Dat het is zo druk. Ik was natuurlijk ziek geweest, dus ik moet vet veel inhalen met de do-list. Van een week was al heel lang en die is nu dus 2 weken inmiddels in 1 week proppen. En dan hebben we ook nog een afscheid van een collega donderdag en dat organiseer ik. En als ik iets organiseer, doe ik het ook goed. Dus dat is echt geweldig, maar er zit zoveel tijd in en het is echt heel leuk. Maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor, maar ik doe het wel. Gisteren ben ik best wel bruin geworden. We hadden gisteren ook, vorige week hadden we zo'n leuke week. Ik ben dus... vrijdag op de fiets naar de supermarkt gegaan om allemaal dingen te halen voor een online borrel. Ik heb allemaal dingen besteld. Die kwamen dus net binnen van de Hema. Echt bizar. 6 kleine champagneflesjes. Echt in zulke dozen. Dus ik heb echt 10 dozen beneden staan. Die ik niet nu naar het Alpeer ga brengen. Daar heb ik echt geen zin in. En we hadden een hele leuke week. Want we hadden klaskunst. Dat had ik ook bedacht samen met collega wat ouders. Een soort van vervanging van onze bonte avond die we normaal hebben in zo'n theatertje. Nou, echt wel op een podium. Hadden we nu een talentenjacht per groep vanwege corona. En nou ja, daarvoor moest heel veel gepromoot worden en gedaan. Maar het was zo leuk. Het was echt geweldig. Toen was ik net beter. Dus ging ik hier helemaal hysterisch doen. En we gingen een uur lang allemaal optredens doen. En ik ging ook meedoen. En het was echt zo leuk. Maar ik had helemaal geen tijd om dat te vertellen in de vlog. Maar wel hele leuke dingen dus. Alleen heel druk. En de borrel wordt echt geweldig. Ik wil het jullie eigenlijk wel even laten zien. Oh, ik laat het donderdag wel eventjes zien. Ja, dat wordt echt heel gezellig. Dus ik ga nu iedereen meedoen dat het donderdag... dus 1:15 en 2:15 een borrelbox kunnen komen samenstellen. Alright, dat is ook weer gedaan. Dit is vanuit de school. Ik heb dus een tegeltje besteld vanuit het zeg maar, schoolbudget en edelsteenhangers die ze graag wilden. En ze heeft een hele mooie Ibiza mand. Die heb ik vandaag in haar, naar haar toegebracht. En gedurende deze week komt dan als het goed is elke collega persoonlijk een cadeautje brengen. Omdat je elkaar natuurlijk niet echt veel ziet nu. Heeft ze toch even dat afscheidsmomentje kort cadeautje. En die mag ze dan allemaal uitpakken als ze straks hierbij geeft.
Dus dat is ook heel leuk. Zo, ik ben weer thuis. Heel veel mensen vonden trouwens mijn blouseje leuk. Ik heb hem ook in mijn broek, wat ik bijna nooit heb. Dat blouseje van Jacqueline de Jong. Ik heb in deze weer ook zin om staarten te dragen en mijn haar niet los te dragen. En dit vind ik dus super leuk. Een riem heb ik ook nooit. Ja. Nou, zo dus. En ik heb boodschappen gedaan. Oh my god, kijk trouwens wat ik heb van Sissy Boy. Deze latte labeltjes zijn 7 euro per stuk. Maar ze zijn geweldig champagne kleur. Echt te prachtig. Ik heb er 4. Ik ben zo obsessief hiermee. Geweldig. Kunnen ze hierbij. Iets te lang. Ja, dat ziet er natuurlijk gewoon sowieso niet uit, het hier. Het is eigenlijk in een hoger glaasje. Ik ging mijn kast uitruimen en ik had heel veel sojasaus. En heb ik me naar school genomen, want alle kinderen willen het hebben. Echt hilarisch. En hier gaan we straks armbandjes mee maken. Nou, kijk nou hoe leuk. Elastiek, dat is wat steviger. Sommigen hebben een armbandje, ik heb sleutelhangers. Dus ze mogen bij mij altijd helemaal hun eigen ding ervan maken. Het hoeft niet precies zoals ik het wil. Dus iemand heeft helemaal vlechtjes gemaakt. Echt leuk. Alright, wij hebben net het lied geoefend. Afscheidslied voor morgen. Ook een bruin. Dat ging wel oké. Het is op stap van de Spice Girls en het is best wel moeilijk. En morgen is het afscheid. Dat je echt denkt, oké, het is maar een afscheid voor één persoon. Maar er zit zoveel werk in en ik vind het wel heel leuk. Nu doe ik even de deur hier dicht en ga ik vast de borrel klaarzetten. Want het scheelt weer als ik dat nu doe. In plaats van morgen. Dus ik heb even 5 dingen samen, 5 plekken samenstellen waarbij ze dus de borrelbox kunnen maken. Ik weet niet of ik dat al had verteld. Ik weet echt niet meer wat ik nou wel en niet al heb gevlogd. Maar dit heb ik dus gemaakt. Ik vind het helemaal leuk. Choose 5 borrelbox. Dan kunnen ze dus zelf een borrelbox samenstellen met 5 dingen. En alcohol. Alcoholisch drankje, alcoholvrij en 3 snacks. Leuk hè? Deze zijn van de Hema. Heel leuk. Van Albert Heijn, gingerbeer, mojito. Deze cava is van de Hema, extreem schattig. Mannenliefde. Tukjes, chipjes, zoute stengels. En dit. Vorige week drop 1+1 gratis gekocht, dus dat is lekker slim. Kijk nou hoe leuk. Boxen mogen ze vullen. We hebben helaas niet meer dozen. Mooi hè? Echt te leuk toch? Nou, helemaal klaar voor morgen. Zo, nu nog even een half uurtje lekker in de zon zitten. Ik had een extra gin tonic besteld, dus die ga ik nu proeven lekker hier in het zonnetje. Ja, dit is een typisch gerecht waar ik dan helemaal trots op ben dat ik het heb gemaakt, maar ik geen zin heb om te koken. Maar het is een beetje een probleem van mij. Ik heb echt weinig zin om te koken en dan wordt het of bestellen of ik maak havermout en het is beide niet goed. Dus ik heb nu gewoon biologische kipblokjes gebakken, 200 gram, met wat olijfolie, zout en peper. Toen een halve courgette in dunne plakjes gesneden. Plakjes kastanje champignons, die waren al voorgesneden. Zakje al gekookte zilvervliesrijst, 120 gram denk ik of zo, de helft van zo'n zakje, 125 gram. Knoflooken doorheen, dus gebakken in olijfolie, zout en cayennepoeder. Dat is dus dit, en dat is echt totaal niet interessant. Kijk, ik wil altijd speciale dingen koken, maar voor veel mensen is dit gewoon doodnormaal. Dus best wel een volle bak, maar ik heb trek. En ik ben dan meteen helemaal trots op mezelf. Nou ja, ik bedoel, ik ben gewoon trots op mezelf. Van oké, ik wilde bijna weer iets gaan bestellen. Nee, Charlotte, koken. Dus, gekookt. Oh ja, en ik ben niet zo van de sauzen, maar ik heb een heel klein beetje van deze saus erin gedaan. Die ik dus niet zo heel lekker vind, maar een beetje was wel lekker voor wat smaak hier aan. Ontbijtje. Echt Grieks yoghurt. Blauwbesjes, walnoten, zaden en lijnzaad. En een havermelkkoffie. Mijn leuke nieuwe blouseje van Lovies. Kijk, zo leuk. Helemaal cute. Leuk hè? Oké, de dag zit erop. Het was echt een hele leuke dag. We hadden echt zo'n leuke dag met allemaal
random dingen dat ik in elkaar ineens verkering ging vragen. En relatiebreuken en drama en oh, zo grappig wat er allemaal speelt bij die kinderen. Heel leuk, maar goed, ik heb net tijdens de gym alle drankjes die ik gisteren mooi had klaargezet in de koelkast gezet. Want ik dacht, koud is toch wel wat lekkerder. Dus over 5 minuten mag iedereen komen om zijn borrelbox te gaan verzamelen. Dus ik ga nu snel alle drankjes weer netjes neerzetten. En ik heb er echt vet veel zin in. Toch leuk, want dat is iets waar je al best wel lang aan hebt gewerkt. Dus dan gaat het eindelijk gebeuren. En natuurlijk gewoon sowieso leuk voor haar. Het afscheid en gezellig. En helemaal zin in. Je mag choose 5. Je mag uit elke tafel 1 ding. Maar wat is nou lekker? Uit elke tafel 1 ding? Ja. Ik wil mojito. Van elke tafel 1 ding. Ja. Daar en hier. Ja, want kijk, je moet even goed lezen naar mijn mooie menukaart. Alcoholisch, non-alcoholisch. En die. Ja. Oh, leuk. Heb je nog genoeg? Nou, als het goed is wel. En waar zit dan wel alcohol in? Tafel 1 is alcohol. Ik heb gingerbeer. Ja, er zou genoeg moeten zijn. Iets van 22 boxen of zo. Kijk, iemand heeft al een lekker boxje gevuld. Dit is degene die weggaat. Wat heb jij in je box? Het is zo leuk. Kijk, hier wordt nog lekker gretig gevuld. Oh, heerlijk. Ik vind het zo leuk, dit. Nee, er is echt genoeg hoor. Dat kan niet anders. Is dit bier? Ja. Heel leuk. Ja, dit is leuk, hè, Hema. Maar het is er niet meer, alleen online. Echt? Ja. Een box voor een collega vullen. Ja. Een kava. Past dit er zo in? Oh, geweldig. Ja, prachtig. Gin tonic. Ja. Oh, wat mooi. Oh, dit is zo leuk. Chips. Wil je een zakje chips? Geen snoep of drop. Oh, ze wilde spinda's? Ja. Welke tuk wil ze, denk je? En welke ze van maken chips dan? Maakt niet uit. Nee. Gewoon naturel? Niet. Ja, dit zou wel goed. Of geven we haar die mini friet mega zak? Nee, die vindt ze niet lekker zout. Oh, oké. Zo. En dan? En een tukje. Normale of andere, denk je? Maar dit zijn echte standaard tukjes. Ja. Nou, dat zit erop. Het is inmiddels 5:30. Altijd raar, want je besteedt er zoveel tijd aan. En dan ineens een uur is het gewoon voorbij. En dan ben je ook best wel moe, maar het was wel leuk. Ik zit heel even in het zonnetje. En ik heb iets heel erg leuks, want ik heb een nieuwe samenwerking voor mijn webshop. Een nieuwe groothandel. Een heel leuk merkje voor home producten. Namelijk Ala Collection. Ik spot het laatst en ik was helemaal verliefd en ik wilde dingetjes bestellen. En toen dacht ik ineens, hé, ik heb zelf ook een winkel. Kan ik hun merkje verkopen in mijn eigen winkel? En toen heb ik een heel leuk gesprek gehad met iemand. En dat mocht dus. Heel veel dingen zijn nog niet op voorraad, maar ik heb pas een hele kleine bestelling binnen. Er zijn trouwens ook een aantal sieraden. Ik ga ze heel even bekijken. Oh, het zit ook helemaal verpakt. Oh, maar ik wil het eigenlijk even uitpakken. Oh ja, want ik heb van alles ook eentje voor mezelf. Dus deze is voor mezelf. Wat leuk. Deze is voor mezelf. Oh my god, dit is gewoon net als van de juwelier. Het is dus duurder dan de normale sieraden op mijn website. Maar echt veel goedkoper dan een echt gouden ketting. Omdat hij dus van binnen gewoon van zilver is en alleen van buiten van goud. Ze zeggen alsnog wel oppassen met water. Kijk nou, helemaal verliefd. Het kettingje ook echt. Dan zit het op zo'n kaartje. In zo'n mooi zakje. Geweldig. Ik ga het zo ook even omdoen. Hoe mooi is dit, jongens? Ja, ik heb dus maar van alles 2, omdat ik gewoon nooit weet of het gaat lopen. En ik weet niet of ik het nog kan bijbestellen, want heel veel dingen gaan heel snel bij hun collectie. Maar goed, voor nu heb ik er dus maar 1 op de webshop. En als je dit ziet, kan je hem bestellen, maar grote kans dat hij dan al weg is. Ja, ik durf er gewoon niet meer. Deze zijn ook geweldig. Volgens mij zijn deze ook met echt goud. Volgens mij alles wat ik heb besteld. Dit zijn van die studs. Die wil ik in mijn tweede gaatje doen. Geweldig. Echt. Ik ben helemaal verliefd. Zo mooi. Op deze ben ik helemaal verliefd. Oké, ik ben even weer binnen. Oké, dat was een beetje te koud. Oké, ik heb dus die sieraden. Ik ga ze ook even omdoen, maar ik heb nog wat. Er komt dus nog veel meer. Ik ben echt, ja, ik ben helemaal verliefd en ik ben gewoon heel benieuwd of jullie dat ook zijn. Ik had al een merk, Sass & Bell, had ik op mijn website. Dat is allemaal iets kinderlijker en dit is gewoon echt, ja, waar ik heel erg van hou. Gouden, mooie, volwassen, maar toch ook cute, een beetje, ja, speels? Nee, weet niet. Nou, ik ga het nu laten zien. Ik ben er echt helemaal verliefd op. Dit zijn dus dingen die ik dus zelf wilde bestellen en toen dacht ik dus, hey, kan het niet op mijn eigen webshop. En dat kon. En ik krijg het niet open. Het is echt zo schattig wat hier nu in zit. Het is toch veel kleiner dan ik had gedacht. Oh, dat is deze. Dit zijn echt van die spullen dat je echt een boutiqueje wil beginnen.
Dit zijn van die spullen die je vindt in een leuk boutiqueje. En het lijkt ook wel een beetje op de stijl die ze bij Sissy Boy hebben. En daar ben ik natuurlijk ook helemaal fan van. Oké, het eerste wat ik heb. Het is trouwens allemaal handgemaakt in India. Het is geweldig. A la collection, het is geweldig. Ik zal dat ook op de website erbij zetten. Het eerste. Ik heb dus dingen van Rainbow, Daisy's, Shell. Dit is van de Rainbow. En dan is dit dus een bottle stopper voor in je wijnfles. Het ziet er geweldig uit. Of gewoon voor in een fles. Ik heb ook hele mooie flessen besteld, maar die komen pas later. Super stevig. Ik ben echt helemaal verliefd hierop. Ik hoop zo dat mijn kijkers dit ook leuk vinden. Maar ik heb toch veel meer besteld. Oh, dat komt allemaal pas later binnen. Nou, dan heb ik nog zo'n Rainbow Bottle stap. Ik heb van alles dus twee, wat ik al zei. Eén voor mezelf. Dan hebben ze ook hele schattige kaartenhouders. Ook super mooi stevig. Waar je dus een kaartje in kan doen als je een kaartje krijgt. Maar ook bijvoorbeeld wat ik wel eens doe als je een diner hebt voor vrienden als het weer mag. Zo'n menukaartje in kan steken. En dit, het is echt prachtig. Kijk, dit is ook de achterkant. Heel chic. Velvet. Het is heel zwaar. Ik weet niet of ik dat kan laten zien, maar het is echt zwaar. Het is echt materiaal. Je hebt echt iets vast. Deze Daisy. En dan kan je hier dus een kaartje in doen. Ik vind hem zo prachtig. Ik hoop zo dat mijn kijkers ook het leuk vinden. Ik hoop het echt. Zal ik eens een kaartje pakken? Oh, dit was het al, jongens. Voor de rest komt alles pas later. Serieus. Oh, hier heb ik er drie van. Dus één voor mezelf en twee voor de webshop. En hier heb ik er maar één van om te verkopen. Er is echt heel weinig binnengekomen nu. Er komen nog zoveel meer leuke, gave home dingen binnen. Oké, pak even een kaartje. Nou, dan was dit het dus al. Kijk, hoe prachtig. Helemaal verliefd. Super stevig, super chic. En je kunt er natuurlijk ook een foto in doen. Of wat dan ook. Gewoon iets van papierformaat. Ik ben helemaal obsessed. Ik vind het helemaal geweldig. Dus die kan je nu kopen in mijn webshop. Misschien meteen op. Misschien wil niemand het. Nou ja, dat is ook waarom ik begin met een kleine collectie. En dan ga ik nog even de drie kettingen proberen aan de oorbelletjes. Dan zien jullie trouwens hoe slecht het gaat met mijn pigment. Ik heb hier nu dit. Dat vind ik nu zo erg. Maar kijk. Erg, hè? Ik weet echt niet wat ik eraan moet doen. Dat spul werkt niet wat ik heb gekocht. Grappig om zo ingezoomd mezelf te zien nu. Dit ben ik na een dag werken. Hi. Nou, dit zijn de oorbellen. Ik vind ze helemaal prachtig. Ook echt zo perfect om je oor aansluiten. Zeg maar een klein beetje buigend naar achter. Heel chic. Nou ja, ik hoop dat jullie het ook heel leuk gaan vinden allemaal. I'm in love. Prachtig. Heel blij. Ik ga die andere ook meteen in, want dit zijn mijn oorbellen vanaf nu. Een eyecatcher. Heel erg beautiful. Heel mooi. Het licht weerkaatst het helemaal. Voor als je houdt wat groter. Prachtig. Heel mooi. Heel erg leuk. Echt love it. Ja, dit is echt een pareltje. Deze is echt bizar. Ik was gewoon verliefd. Ja, wauw. Dit is wel, ja, dit is gewoon. En dat zoek ik eigenlijk al heel lang. Sieraden die gewoon juwelier waardig zijn. Dat is heel moeilijk te vinden. Pretty. Ook echt waar ik heel erg van hou. Wat is jullie favoriet? Van deze drie kettingen. Deze twee vind ik wel echt heel erg leuk. Verliefd. Als ik verliefd kon zijn op sieraden, dan was ik nu verliefd. Er mogen geen kinderen op het beeld staan. We hebben sportdag en ik doe ook mee met alles. En het is zo leuk. We hebben net gehockeyd. We zijn nu bezig met duurloop. En dat vond ik vroeger echt verschrikkelijk. En ik heb een petje op, want mijn pigmentvlekken zijn echt te erg. Dus een petje van iemand uit mijn klas. Wow, iemand heeft al 900 meter in 4 minuten. 900 meter, echt knap. Ik kon dit vroeger echt niet. 3, 2, 1, go! Hey, een uni bro. Dus je moet ook wat zeggen waarom ik dit nu op mijn hoofd heb. Omdat je pigmentvlekken hebt. Ja. Maar eigenlijk zie je er op beeld niks van. Nee, hè? Nee. Is echt zo. Op beeld lijkt je soms van de even afstand zie ik er ook niks van, hoor. Ja. Ik moet echt een vergrootglas op je leggen. Dus ik zie echt niks. Ja, met licht wel. Nou, ik zie het wel. Ja, met het licht. Nou, is het verstuurd? Ja. Top. Nou, wordt toch niet gelijk in je vlog geplakt? Nee, natuurlijk niet. Het heeft over de nieuwsbrief. Ha ha ha.
Nou, zet hem even uit. Hier, ik weet niet hoe die uit moet. Ik ben echt niet normaal, mijn huid. De pigmentvlekken, maar ook rood. Ik heb de hele dag gesport. Van 9:45 tot 2:30. Met 3 keer een kwartier pauze. We hebben continu gesport. Ik heb alles bijna meegedaan. Het was echt geweldig. Helemaal kapot daarna. Super erg spierpijn. Ook kapot natuurlijk door kinderen. En op een gegeven moment worden ze moe en druk. En gaan ze ruzie maken en huilen. Het hoort er allemaal bij. Helemaal kapot, maar ook wel energiek door deze dag. Het ging niet normaal snel. Echt heerlijk. Maar het weer was zo mooi. Niet beseft, dus ik heb ook niet goed ingesmeerd. Maar de dokter die belde mij toevallig voor iets. Dus toen zei ik, was met mijn collega's grappig even gezellig aan het kletsen. Die zeiden, vraag meteen voor je huid. Dus ik heb het gezegd, van ja, vorig jaar begon het hier, die pigmentatie. En nu zit het dus helemaal hier, hier, hier. Zeg, dat is echt waarschijnlijk de pil. Kan je daarna naar een dermatoloog doorverwijzen als het niet blijkt te werken. Maar ik denk echt dat het de pil, dus je moet stoppen met de pil. Dus daar baal ik wel van, want ik reageer best goed op de pil. Ik heb er eigenlijk geen klachten door. Dat is natuurlijk ideaal dan. Maar goed, ja. Mijn collega's gaat ook, je ziet het niet op beeld. Maar ik zit onder de pigmentvlekken. Kijk, zo zie je het wel. Het is echt erg. Echt niet goed. Dus daar moet ik mee stoppen. Ik heb toevallig nu toch mijn stopweek. Dus ik ben al 4 dagen gestopt. Nu ga ik even snel naar huis. Heel even opfrissen en wat bestellingen maken. En dan ga ik mijn moeder ophalen in het ziekenhuis. Want zij is echt onder narcose geweest. Ze heeft een voetoperatie gehad. Dus het is wel goed gegaan, hebt ze. Ik ben heel blij dat ik haar kan halen. En dan ga ik daar nog gezellig bij mijn ouders eten. Oké, tijd om bestellingen te maken. Het is weer vrijdag. Zo. Ik zal mijn moeder kort even ophalen. Ik ben helemaal ingestort. Ik heb even 10 minuten mijn ogen dicht gedaan. Maar ik heb echt zoveel hoofd om te slapen. Ik heb veel te druk gedaan. Dat is echt een probleem voor mij. Volle zon. 9:30 tot 2:00 in de volle zon. 2:30. Fanatiek gesport. Ik voel gewoon nu al spierpijn. En normaal als ik intensief had getraind, voelde ik pas de dag erna mijn spierpijn. Helemaal spierpijn. Helemaal droge ogen. Helemaal brandende huid. Kennen jullie dat? Een beetje zonnestekerig. Helemaal verrot. En wel heel voldaan. Maar dan is het, wil je echt chillen. En dan wil je niet nog dingen moeten doen. Bestellingen maken lukt me echt niet. Ik heb er 2 gemaakt. Nou, ik kon niet nadenken. Ik moet die surprise box maken. Maar daarvoor moet je echt je hersenen wakker hebben. Dus, oké, ik ga nu douchen. Zijn we lekker bezig. Oh ja, soms vergeet ik dat er ook nog een accessoire bij de kledingbox zit. Dus ik zit al aan de waarde, maar deze doe ik er nog bij. Een kraagje. Ja, het is echt een smaakkwestie, maar ze heeft niet aangegeven dat ze er niet van houdt. Dus ik hoop dat ze er blij mee is. Dan heb ik iemand die er niks bij heeft geschreven van waar ze van houdt. Dus dan is het altijd lastiger, maar ik hoop dat ze hier blij mee gaat zijn. Bij mensen die vaker bestellen en die ik een beetje ken, kijk ik ook meestal wat ze al eerder besteld hebben. Qua stijl en zo, en of het niet is of ze het al hebben. En soms ook op Instagram om te kijken of ik het thuis vind passen. Ja, het blijft lastig inschatten, maar laten we het hopen. Nou, ik zie ineens dat ik dit lievelingsjurkje van mij nog heb. Wist ik niet, ik heb er nog eentje. Die echt geweldige jurk. Dus die ga ik eens versturen. Deze broek. Deze er nog bij. Ja, ook leuk. En deze. En dan is hij klaar. Nou, dit heeft iemand zelf besteld. Ook helemaal leuk. Iemand laat naar België helemaal verzenden. Alleen 1 spiegel. Nou, dat voel ik me helemaal vereerd dat het zo'n leuk item is. Dat je het helemaal naar België laat sturen. Dat is best duur. En weer een nieuw boekje. Volgende box. Het geliefde hartjesbloesje. Stainless steel ketting. En een heel leuk tasje. En nu nog goodies uitzoeken. Yes, ready. Deze zegt dat ze voor de werk donkere shirts met een print en korte mouwen wil. Dus dat is dit. En dat ze voor de opleiding graag leuke blouses wil. Dus ik hoop dat ze hier blij mee is. En dan doe ik deze er nog bij. Dan ben ik eindelijk... klaar. Ik was dus een week, was Bolly hier gebleven. En nu ben ik er weer. Ik ben al 10 minuten en Bolly zit alleen maar bij me. En ze is zo blij dat ik er weer ben. Ik had echt niet verwacht dat Bolly zo blij zou zijn dat ik er weer ben. Oh, heel cute. Hi.
echt leuk. Die is zo fluff. Zo mooi. We waren bij de Westview Mall of the Netherlands in Leidschendam. En dit is niet normaal, dit broodje. Gyrostand. Er is er maar één volgens mij. Moet je echt halen. Het kost wel 7 euro. Maar het is niet normaal lekker. Want het laatste ook. Wat doe je daar? Kom. Ik kom naar thuis. En ik kon Bolle niet vinden. Dus hij is helemaal daar. En hij durft niet naar beneden. Dus hij gaat nu klimmen. Kom. Bolle, kom nou. Je kan gewoon vliegen met de vogel. Bolle.